Ja, Soufiane Lahmoudji. Het is natuurlijk wel heel irritant, hè, die muziek in de gang van André Hazes voor het winnende Willem II. Ja, dat klopt natuurlijk. We hebben nu verloren 0-2. En dan ja, de tegenstander viert een feestje, dat hoort er ook bij. En moet je maar accepteren. Verdiende winnaar, denk ik? Ja, ik denk het wel. Uiteindelijk wel, ja. Ik denk het wel, ja. Want op 10 minuten na, eigenlijk vlak voor rust, waren zij de betere ploeg, hè? Ja, dat zag je. De laatste 10 minuten kwamen we wel wat beter in de wedstrijd. Maar ja, dan is het eigenlijk al te laat. Dan is het al 0-2 en is het eigenlijk al gedaan. Ben je geschrokken van het eerste half uur eigenlijk? Want jullie hadden... Want jullie hadden echt niets in te brengen. Ja, dat hadden we zelf ook niet verwacht. We proberen natuurlijk altijd te voetballen. Alleen ze maakten het ons erg moeilijk. En nee, dat hadden we eigenlijk niet verwacht. En wat gebeurt er dan in de laatste 10 minuten dat jullie ineens wel die kansen krijgen? Ja, natuurlijk geven hun ook wat meer ruimte weg. Natuurlijk. En dan kun je wat makkelijker voetballen. Alleen ja, het is moeilijk te verklaren. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Wat heeft de trainer in de rust gezegd? Want het was natuurlijk nog maar 0-0 uiteindelijk. Ja, dat we eigenlijk wel resultaat dat we dat wel konden behalen eigenlijk. Dat er wel meer in zat. Dat we gewoon moesten voetballen en dat hij wel zou vallen. Alleen jammer genoeg is dat er niet van gekomen. Nee, het gekke was, eigenlijk direct na rust begonnen zijn weer net zoals in de eerste helft. En toen maakten ze het, enige verschil was dat ze het toen wel afmaakten. Ja, dat klopt, dat klopt. En ja, dat hebben zij natuurlijk goed gedaan en dat is jammer voor ons, zuur voor ons. En nu eventjes het hoofd leegmaken en nog één wedstrijd voor de winst op? Ja, natuurlijk. Je moet hiervan leren en op naar de volgende wedstrijd. En dan proberen de 3 punten hier te houden. Ja, je staat hier vrij nog ontspannen zo van, oké. Terwijl ik denk van ja, die vorige 2 wedstrijden hebben jullie echt de tegenstander partij kunnen bieden. En vandaag was dat dus helaas niet het geval. Ja, dat klopt. Maar ik moet ook zeggen, Willem II, goede tegenstander hoor. Spelen goed positiespel en je ziet het. Counter ook goed en gewoon een goede ploeg om tegen te spelen. Dus ze hebben gewoon eigenlijk wel verdiend gewonnen, ja.